Aanvankelijk werd voor Vlieland een dijkring vastgesteld die alleen het oude dorp omvatte. In 2017 werd die verruimd naar het huidige tracé waarmee een belangrijk deel van het dorp binnendijks werd gebracht. Vlieland verschilt daarmee nogal van de andere eilanden waar een polder aan de wadkant ligt met een dijk die alles daarachter beschermt. Het ontbreken van een dijk langs de rest van de waddenkust van Vlieland betekent echter niet dat die geen bescherming nodig heeft. Aanvankelijk was de zuidkant van het eiland een onbeschermd zandstrand langs verspreid liggende duintjes. De eerste bescherming daarvan was nodig rond 1835 met de aanleg van een stenen oeverbekleding om de wadkust tussen het dorp en de haven te beschermen. Rond 1900 kreeg het enige stukje weiland even ten westen van het dorp ook een oeverbescherming en na de afsluiting van de Zuiderzee, die de vloedwaterstanden hier met 30 centimeter verhoogde, moest ook een groot deel van de rest van het Zuiderstrand met een steenglooiing worden beschermd. Zodoende ligt er nu buiten de dijkring over een lengte van 6,5 kilometer een stenen oeverbescherming. Maar er gebeurde meer. Tussen 1900 en 1930 zijn aan de westkant van het eiland stuifdijken aangelegd. Rond 1930 werd aan de noordkant van de weg tussen dorp en haven een lage kade aangelegd nadat het zeewater daar enige malen was binnengedrongen. Eigenaren van woningen die inmiddels buiten de dijk waren gebouwd beschermden hun woningen zelf met muurtjes. In de jaren 50 van de vorige eeuw legde Rijkswaterstaat een dijk bij de haven aan om hun werkterrein te beschermen. Achter deze dijk ontstond in de loop van de tijd het huidige bedrijventerrein. Na de stormvloed van 1953 heeft het Rijk der laagtes tussen de verspreid liggende duintjes langs het midden van de wadkant van het eiland opgevuld tot een doorgaande hoogte van 5,5 meter. Tezamen met de zeereep leverde dat een natuurlijke dijkring op, die echter niet de wettelijke status heeft gekregen en die voor een groot deel door niemand beheerd of onderhouden wordt. Ook het onderhoud aan de zeereep is gestopt. Daarvoor in de plaats zijn zandsuppleties gekomen, maar die bieden geen garantie tegen duindoorbraken. De steenglooiing, aangelegd door Rijkswaterstaat en de dijk bij het bedrijventerrein, zijn in 2007 overgedragen aan de gemeente, onder de dreiging dat het Rijk helemaal met het onderhoud daarvan zou stoppen. Dat onderhoud aan de glooiing beslist noodzakelijk is, laat deze foto uit de jaren 80 wel zien. We laten ten eerste een animatie zien van het deel van het buitendijkse gebied van het eiland dat bij een stormvloed of verdergaande zeespiegelstijging onder water kan lopen. Welke functies in dit gebied liggen zijn we nu aan het inventariseren, maar we kunnen daar wel alvast een idee van geven. We lopen een aantal belangrijke functies langs, van oost naar west. Om te beginnen het al eerder genoemde bedrijventerrein. Hier bevinden zich onder andere de gemeentewerf, het opslagterrein van Rijkswaterstaat, werkplaatsen van alle eilandaannemers, aannemers grond, weg- en waterbouw en installatiebedrijven. Daarnaast de remise van de busmaatschappij, alle transporteurs op het eiland, het enige tankstation en verder de winteropslag van de meeste grote recreatieondernemingen. Dan de jachthaven. Die vervult ook een functie voor de aan- en afvoer van bulktransporten zoals afvoer van puin en aanvoer van grote bouwmaterialen. Uit de aard van zijn functie ligt hij buitendijks en is dus kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Een eindje verderop liggen de helihaven met hangar, gebruikt voor stalling van ambulances en het ziekenvervoer door de lucht en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aansluitend op het dorp ligt een gebied met woonbebouwing en enkele restaurants en verblijfsaccommodaties, beschermd door lage privémuurtjes. Ook de veerdam ligt bij de ingang van het dorp. Die staat nu ongeveer 3 keer per jaar onder water. Enkele malen per jaar kan de veerboot daardoor niet varen, omdat de passagiers niet van of aan boord kunnen komen. Ook dit speelt natuurlijk op de andere eilanden en de frequentie en ernst nemen toe naarmate de zeespiegel stijgt. Ten westen van het dorp vinden we eerst een camping. Verderop de faciliteiten voor de aanlanding vanaf de vaste wal van gas en elektriciteit. Nog verder naar het westen het posthuis met enige woon- en recreatiebebouwing. Het belangrijkste recreatiesteunpunt aan de westkant van het eiland. En bijna aan het eind van het hogere deel van het eiland een zonneakker op het terrein van Defensie, waar de luchtmacht diverse gebouwen in gebruik heeft voor het exploiteren van de schietrange op de Vliegers. Langs de hele zuidkant ligt de enige verbindingsweg met alle noodzakelijke kabels en leidingen en riolering, beschermd door de eerder genoemde steenglooiing. Alles bij elkaar goed voor een investeringswaarde van tussen de 50 en 100 miljoen euro. Om maar niet te spreken over de impact op de eilandeconomie en samenleving als dit gebied onder water zou komen te staan. Een impressie om een beeld te geven van hoe het eruit ziet als het heel hoog water is. Bedenk wel dat dit niet de hoogst opgetreden waterstanden zijn,
want die zijn soms 's nachts of moeilijk te fotograferen omdat je met storm moeilijk in het water kunt staan. Het betreft vooral de oostkant van het eiland. Het bedrijventerrein en de functies meer westelijk van het dorp liggen achter een lage dijk of duin, waar sinds 1953 nog nooit water overheen is gekomen. Met de stijging van de zeespiegel hebben we de laatste decennia op Vlieland niet helemaal stilgezeten. Op verschillende plekken hebben we op zeespiegelstijging geanticipeerd, al moet er meteen bijgezegd dat de acties die we hebben ondernomen in het licht van de laatste KNMI-verwachtingen misschien nogal beperkt lijken. In 2015 hebben we de pleinen rond de Veerdam een facelift gegeven. Hierbij zijn de pleinen tot 50 centimeter verhoogd. Tegelijkertijd hebben we de kade langs de havenweg 30 centimeter verhoogd. Die was na de aanleg 80 jaar geleden op sommige plekken tot 20 centimeter ingezakt. Dezelfde oude kade lag ook om de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze kade hebben we ongeveer 70 centimeter verhoogd en het waterschap heeft daaraan voor de helft de meerkosten mee betaald. In 2007 hebben we een totale reconstructie van de jachthaven uitgevoerd en een upgrade van het bedrijventerrein. Om ruimte te winnen voor de jachthaven, uitbreiding buitendijks was geen optie vanwege de PKB Waddenzee, moest de dijk iets landinwaarts worden verlegd. Bij het maken van de nieuwe dijk hebben we die dijk gelijk een halve meter hoger gemaakt dan de oude. Bij de uitbreiding van de dijkring in 2017 is het bedrijventerrein daarbuiten gebleven. Als compensatie bood het Rijk aan het gedeelte van de kering dat bij de reconstructie niet was verlegd, ook een halve meter te verhogen. Wat ook is gebeurd, door verhoging van de coupure daar en het maken van een waterkerende glaswand.